Goedenavond. Ik en Benjamin zijn op de Haarlemmerstraat en wij dachten van, goh, de hele vakantie sowieso, maar het zal wel stil zijn. Het is nog nooit zo druk geweest, dus moet even een makkie wezen. Mijn leuke studenten is even kijken waar ze gaan studeren. Dat is wel even grappig. Ja, dan zijn ineens al die studenten ook weer weg. Oh, wat een ellende. Als ik jou voel, moet ik eerlijk nageven, vind ik je sterker dan ooit. Ja, dat klopt wel. En je hebt je eigen weten te bewapenen tegen mensen waarvan je denkt van, fuck mijn leven uit. Juist, ja. Ben je aan het selecteren wie er wel bij je horen en wie niet? Nou, ik ben op zich een goed mens, maar er zijn wel eens mensen waarvan ik denk van, nou, ga maar een stukje verder op. Ja, precies. Ja. Maar weet je, niet vergeten dat goede mensen delven altijd het onderspit. Ja, de goede mensen die zijn weg. Ja, precies. Ja. Is je man nog op aarde? Nee, ik ben niet getrouwd. Ik ben gescheiden. Jawel. Maar is hij nog op aarde? Nee. Ja. Hij leeft nog. Ja. Doe eens niet zo moeilijk. Nee, hij is moeilijk. Kijk, een vader, hij heeft 2 kinderen. Ze zien hem nooit. Nee, maar kijk, vader worden is zo moeilijk niet. Juist, maar vader zijn. Daar gaat het om. Ja. Maar dat is zijn gemis. Want jij bent de onwijs goede moeder. Ik ben de juiste, dat ben ik. Ja. Nou, dat durf ik 200% van mezelf te zeggen. Ik ook. Jij ook, ja hoor. Als is je eigen vader in de bovenwereld. Ja. Hij geeft jouw moeder een ongelofelijke groet. En gaat tegen haar zeggen dat die ouwe blij is dat hij als eerste is gegaan. Ja. Want hij had het absoluut alleen nooit zo gered. Nee. Als ik... Kippen wel van. Ja, weet je wat ik heel mooi vind? Hij... Kijk, ik sta te praten met een volwassen vrouw. Ja. Maar hij praat alsof hij een kind bent van 10. Ach, die met. Ach, mijn meisje. Ach, ja, als ik daar aan denk aan mijn vader, dan... Ja. Is een lieverd geweest. Oh, echt waar. Hoe lang geleden is hij naar de boven? 6 jaar geleden. Oké. Nou, als je al gezegd 6 minuten geleden had ik je geloofd. Ja. Nee, hij was een hele goede man. Heb je afscheid kunnen nemen? Ja. En je kunt zeggen tegen hem, ga maar. Nee. Waarom nee. niet? Nee, omdat mijn vader heeft in het ziekenhuis gelegen en... Nou ja, daar kregen wij de gelegenheid niet voor in het ziekenhuis. Echt niet? Nee. Mijn moeder heeft daar tot op de dag van vandaag nog steeds moeite mee. Mijn moeder is 85 en die heeft nog steeds dat ze zegt van, nee. Maar weet je, luister, afscheid nemen als iemand naar een bovenwereld moet gaan, dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is, maar ook voor hem. Ja. Want hij kon niet goed loslaten. Nee. En hij is misschien wel heel blij dat het op deze manier het afscheid was. Misschien ook wel. Want het afscheid was eigenlijk bij goed en welzijn. Ja, mijn moeder was er 's middags nog. Ja. En toen zouden ze de andere ochtend zouden ze een gesprek krijgen met de behandelend arts. Ja. Nou, het heeft niet zo mogen zijn. Nee. Hij is 's nachts overleden. Ja. In het ziekenhuis. Oké. Nou, 's nachts om 4:30 waren we er dus. Ach, en ik heb wel zoiets. Het is goed zo. Nou, die man precies. Die kon gewoon niet meer. Nee, en wat niet gaat, gaat niet, nee, hè, muts? Nee. Heb je zelf vragen aan me? Hoe het met mij verder gaat in de toekomst? Een beetje, nou ja, je krijgt nog 3 baby's en... Nee, daar ben ik wel eens benieuwd naar, want ik heb een hele moeilijke tijd achter de rug. Ik heb wel een vriend bij je. Oh, dat zou best kunnen. Ja? Maar, ja? Nou, of dat nou mijn maar is of dat het niet eens een naam mag hebben, maar het is geen Nederlandse man. Oh? Nou? Ja. En het is ook niet een lekkere dikke neger. Het is denk ik een beetje het idee van een Marokkaanse of een Turkse man. Oh, nou. En ja, maar die gaat voor jou heel lief wezen. Oh. En dat mis ik heel erg bij je. Iemand die dit. Juist, ja. Nou, dat is waar. Nou, en als er nou omdat een lekkere... ik zelf zo goed ben, dan mis je dat wel eens, dat klopt. Nou, en ik denk dat er een heerlijke Turkse vent ergens loopt. Oh, mijn moeder die ligt in een deuk. Waarom? Weet je hoe mooi die mannen zijn? Ja, als je... ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse mannen... En dat klinkt niet aardig voor de Nederlanders. Sorry, lieve Nederlandse mooie mannen allemaal. Maar jullie zijn koude fucking kikkers. Ja. En dat hebben buitenlandse mannen niet.
Nee, ja, ik weet het niet. Die hebben een andere emotie dan echt wel zo. Ja, ik weet het niet. Als je... En dat stukje gaat jou helemaal happy maken. En ik denk ook dat dat oké is, want... Ja, op de een of andere manier denk ik dat het je een beetje aansterkt en een heel lekker jong gevoel gaat geven. Oh, maar hoe oud ben je dan? Ik word 62. Ah, oké. Dus, maar ja, ik ben wel een mens wat ziek is en ja. Ja, dus? Ja, nee. Kun je lief hebben? Oh, zeker wel. Ja. Zeker wel, jawel. Hoezo ziek? Wat heb je dan? Nou, ik heb reuma en allemaal gewrichten en nou ja, je ziet het wel. Maar luister, met reuma is het een kwestie van blijven doorgaan. Tuurlijk, maar dat doe ik ook. En vooral blijven bewegen. Ja, oh hier. Ja, nou ja, precies. Ben op mijn fietsje. Zorg er maar voor dat sterk blijf. Maar als ik hier sta, heb ik zo'n pijn in mijn knieën. Ja, maar als je stilstaat. Ja, sorry hoor, maar dat is mijn schuld. Nee, met dat geeft helemaal niks. Jij lijkt me een student. Ja, ik studeer. Wat studeer je? Rechten? Geschiedenis. Oh, wat leuk. Dus jij weet wie Madame Curie is? Ja, zeker. Oké, je weet ook wie Beb is? Ik ken Beb niet, helaas. Nou, ik wil nog geschiedenis worden, dus neem het je niet kwalijk. Als je, ga mij beloven, als je, want je gaat het redden. Je gaat je studie echt redden. Halverwege die studie ga je denken bij jezelf van, ik weet het niet of ik dit wel zo leuk vind. En dan zit je misschien, want het begint allemaal pas weer. Ik denk zo'n beetje december, maar ga mij beloven dat je doorzet. Oh, ik ga sowieso door. Want je kan het. Ja, nu nog. Nu nog wel. Ik ben trouwens een medium. Met een medium? Dus daar vandaan waarschuw ik alvast op de voorhand even. Wat doe jij voor werk? Ik werk nu in de sales. Is dat leuk? Ik heb het wel naar mijn zin, maar niet voor altijd dat niet. Maar voor nu vind ik het wel. Volgens mij kan jij veel meer. Nou, ik denk als jij... Waar ligt mijn hart? Nou, ik denk ten eerste niet in Nederland. Ik zou bijna zeggen, ga een mooi winkeltje beginnen in Turkije of Griekenland of die kant op. Griekenland is failliet. Nou, maar daar, dat wil juist dan, hè, juist dan. Als het slecht gaat met het huis, moet juist kopen. Ja, hallo, ik heb geen economie gestudeerd, maar die begrijp ik wel. Als je, ik vind jou een eigen ondernemer. Een eigen ondernemer. Echt waar. Hoe oud ben je? 23. Ik ben hartstikke jong. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Nou, ik ben in Den Haag geboren, maar ik ben opgegroeid in Wassenaar. Oké. Ik denk als jij iets groots op zou zetten in het buitenland, gaat het je lukken. En waarvoor niet? Waarvoor niet? Ga erover nadenken, je bent jong. Ga er zeker over nadenken. Weet je, beter jongens, en dat is echt een les voor jullie alle drie. Beter ken je, als je 70 bent, huilen om de stommiteiten die je hebt gedaan, als om de dingen die je niet hebt gedaan, maar al gewild. Heb ik nog even jou. Jij hebt een... is jouw vader nog op aarde? Ja. Gaat het goed met hem? Gaat goed met hem. Ik heb hij was alleen laatst, gisteren of eergisteren was hij alleen even niet lekker. Ja. Maar nu gaat het wel weer gaat luister, wel beter. Luister, je gaat dadelijk je vader bellen. Ja. Dan ga je tegen hem zeggen dat hij zijn bloeddruk naar laat kijken. Ja. Want hij is torenhoog. En een te hoge bloeddruk is voor de rest van je donder niet goed. En dat werkt samen niet, hè? Nee. Ik heb, zeg je wel eens tegen die ouwe van je, ik hou van je. Ja. Want dat is mooi, hè? En dat moet je echt blijven doen, want het is een kerel. Naar mijn hart, het is een emotielummel. Ja, maar daar hou ik van. Ik hou van kerels die zo zijn. Als je, wat ik ook heb, als we het over je vader hebben, doen mijn benen zeer. En dat is niet voor niks. Dus dan krijg ik een beetje wrangig gevoel bij mijn knieën. En dat zou zomaar kunnen afkomen vanaf de onderkant van zijn rug. Wat doet je vader voor werk? Ja, hij doet kantoorbaantje, hij is manager. Oké, dus hij ziet veel. Dus hij zit heel veel. Ja, en hij heeft ook vaak last van zijn rug. Maar hij doet ook tennis, maar de laatste tijd ook wel minder wegens zijn rug. Laat u dat in de gaten houden, hè, Vent. Want je hebt een dijk van een vader, maar er moet wel een vader blijven. Ja, precies. Ja, dat moet wel lang meegaan, inderdaad. Zo is dat. Wens jullie een heerlijke fijne dag, mannen. Ja, als jij je winkel bent begonnen, kom je het mij zeggen. Jij gaat je best doen met geschiedenis. Zeker. En jij gaat van je vader houden. Ik ga mijn vader ook bellen. Ja, echt doen. Ik ga het echt doen.
Fijne dag, mannen. Dames en heren. Nou, je kende haar nog wel. Carolien. Die was er vorige week. Twee weken geleden was ze bij mij in de uitzending. En ik wil even aan haar vragen hoe het nu met haar gaat. Hoe gaat het met je? Gaat wel. Na de onderzoeken van de water en zo, weet je wel. Ja. Ja, dat gaat verder in behandeling. Oké, dat is mooi. Ja, dat is mooi, ja. Voor alle wateren. Voor alle water. Ja, maar ze had namelijk een waterlek in de gang, voelde ik. En zij zei, ja, ik plas erg veel. Hoe leuk is dat? Maar ik kan je wel, ik kan je beloven dat dat watergedoe aan beide kanten en in je gang en in je doos wel goed komt. Ja. Dat komt echt goed. Als je... Moet je deze week nog naar de dokter toe? Ja. Wanneer? Volgens mij vrijdag. Joop houdt het allemaal bij, want ik ben een beetje cement aan het worden. Nee, dat is niet waar. Cement is cement aan het worden. Nou, dat heet volgens mij dement. Maar dat geeft niet. Jij bent cement. Dus ik raad je aan ook een neuroloog te bezoeken. Want als je dementie cementie gaat noemen, heb je hem denk ik wel nodig, trut. We moeten toch geintjes maken. Ja toch, het is daar eerlijk. Als je... Wat is trouwens de voornaam van Alzheimer, weet je dat? Ja, dement. Nee, zijn voornaam. Ja, de voornaam. Ja, dat weet ik mijn god niet. Zo begint het. Ja, zie je. Zo begint het. Je hebt een... Ik vind, serieus waar, met een paar weken geleden voel je heel goed aan nu. Dankjewel. En echt waar. Ja. En we gaan gewoon samen afspreken dat je over een week of vier hier weer loopt. En dan gaan we je helemaal in de gaten houden. Hoe leuk is dat? Hartstikke leuk. Loop je iedere dag? Mijn man zegt, ik word er niet goed van. Loop je iedere dag in de stad? Iedere dag. Iedere dag. Trainen, trainen, trainen. Voor te lopen of ook te kopen? Voor, en te kopen natuurlijk. Oké. Nou ja, waarom niet? En straks komt er een hele knappe man voorbij en dat is mijn zoon. Is dat dan je zoon? Ja. Is dat die mooie man? Ja, dat is die mooie man. Ik hoop dat je hier... Zie je hem al dan? Nee, ik heb drie je ziet hem nog niet. Ik zie iedere keer door mijn beeld ook een hele mooie man lopen, maar dat is Alfred Hitchcock. Ja, ik ben helemaal heel knap. Je hebt een, weet je wat voor werk ik doe? Ja, oké. Ik heb het alles gezien. Oké. Ja. Jij, goed. Jij bent een hele hoop. Hm? Jij bent een hele hoop rondom je. Ik denk dat jij ook heel spiritueel bent. Sta er wel voor open. Ja, absoluut. Lees je er veel over? Ik zou niet weten hoe. Nou, dat pak je een boek en dan... Ja, oh, nee, okay. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof het wel, maar... Ja. Maar, nou, leg uit. Dan moet je uitleggen. Ja, je hebt wel eens boekjes. Ja. Maar ja, ik lees meer een beetje door de regels heen. Ja, okay. Nou, dat euvel heb ik ook. Als je, ik ben mij zelf vaak zo, ik heb een boek uit en dan weet ik niet eens wat over ging. Hoe vind je dat? Korttermijngeheugen aangetast, een beetje. Jij hebt in de bovenwereld, is er een hele mooie meneer bij je. En kijk, je eigen vent is waarschijnlijk nog op aarde. Ja. Nee, echt niet. Okay. Niet eentje waar ik geen relatie... Oké. En je vader, is je vader nog op aarde? Ja. Oké, want het is wel een man die al een wat ouder... Ik zou ook niet denken dat het je man is of een broer of zo. Daar ziet hij er te geleefd voor uit. Dus het is misschien een opa. Maar die is heel beschermend bij je. En waarom? En dat vind ik heel mooi. Opa's die we juist niet hebben gekend, zijn degene die ons juist heel erg beschermen. Want die hebben geen opa kunnen zijn, dus doen ze het nu. Oké. En dat vind ik heel mooi. Oh, dat kan. Is jouw eigen vader nog op aarde? Woont hij zelfstandig? Ja. Oké. Ja. Want in mijn gevoel is het een hele betrouwbare, eerlijke, lieve man. Mijn vader? Ja. Ja. Wat het gevaar is met lieve, betrouwbare mensen, is dat ze de hele wereld vertrouwen en lief vinden. Laat hem op zijn hoede blijven. Ja, daar gaan we wel eens de fout mee in. Ja, precies. Ja. Welcome to the club. Ga mij beloven, als jij in vervolg iemand de hand geeft en je denkt bij jezelf, nee, dat voelt niet lekker, luister dan naar jezelf. Dat is heel belangrijk, hè, mop? Ja. Ja? Ja. Maar leggen je roots in Indonesië of zo? Ja. Ja? Je kent Sinan de bovenwereld. Hoe leuk is dat dan? Zo dan.
En die zijn heel erg, die zien er wel echt Indisch uit. Ja. Jij klopt. Dus niet? Ik, jij bent een gewoon... kwartje. Ja, klopt. Oké. Als, let op mensen die het niet altijd best met je voor hebben. Want het schiet niet op om op je bakkers te gaan, terwijl je op de voorhand eigenlijk wel weet van, het voelt niet goed. Klopt. Ja. Inderdaad, dat is mijn les de tijd. Ja. Ja. Maar luister naar jezelf, want je hoeft niet zo vaak op je smol te gaan. Je kan afhaken voordat het gebeurt. En dat is echt zo. Uh-huh. Ik ga je een kaartje geven. En dan kom je samen met Carolien een keer een bakje bij me doen. Oh, echt? En dan ga ik je helpen hoe jij beter kunt voelen. Oh, dat zou ik wel te gek vinden. Dat gaan we doen. Ik ben Beb. Hoi, wie ben jij? Ik ben Jean-Louis, aangenaam. Hoe heet jij? Jean-Louis. Oh, wat een mooie naam. Mijn achternaam is Monfils. Monfils. Zou zomaar bij jouw voornaam kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik heb alleen een hele Hollandse achternaam. Jij heet de Vries, of niet? Nee, Lelkens. Nou, dan moeten we ruilen. Nou, ik ben een echt onvervals Leids medium. Ik hoor het. Oké. Ik hoor het. En dan zie ik hier staan met knuffeltjes. Je staat mensen van, wil je donateur worden, bla bla bla. Mm-hmm. Eigenlijk kan je veel meer. Ja, waarschijnlijk wel. Doe je niet modellenwerk of zo? Nog niet. Okay. Wil je me introduceren ergens? Nou, ik denk je dat zou kunnen. Nou, dat klinkt heel goed in ieder geval. Want je hebt zo'n lekker kopie waarvan jonge meisjes kennen denken, wow, wat een ding. Ja, dat verkoopt ook goed, hè? Nou, laat je een beetje zien in die camera. Hallo allemaal. Hallo. Dit is Jean-Marie. Jean-Louis. Jean-Louis. Daar gaan heel veel mensen de fout in. Oh ja, dat geloof helaas, ik. Helaas. JL, ja. JLo wordt het vaak. Ja, oh ja, hoe leuk is ja, dat? Ja, zeker weten, ja. Heb je vragen? Voor jou, ja. Nou, ik zou niet weten wat ik zou moeten vragen. Nou, misschien een leuke vraag van iemand uit de bovenwereld. Van iemand uit de bovenwereld. Is je oma daar? Nee. Ik heb allebei mijn oma's nog. Er is mijn vrouw heel erg bij je. Dat zou ik niet weten. Ja, ik wel. Ik ben nog niemand verloren. Als nou, luister. Ik denk wel dat het zit in jouw familie. Mm-hmm. Maar het is waarschijnlijk niet iemand die jij hebt gekend. Okay. Dus dan zou het misschien... De oma van je moeder kunnen zijn. Okay, ik vind het wel een... Ze is al een tijd in die bovenwereld. Ze hebben een hele mooie kop. Okay. Jouw moeder is nog op aarde. Mm-hmm. Ga tegen je moeder zeggen dat ze de dikste knuffel die er bestaat van die oma krijgt. Okay. En zeg tegen je moeder. Want jouw moeder heeft van jouw oma een ketting. Okay. En die draagt ze niet. En als ze dat wel zou doen, dan wordt je moeder wat sterker. Oké, ik zal het doorgaan. En niet dat je moeder een slapje aan ons is, dat bedoel ik niet. Maar ze wordt sterker in, een beetje naar mensen toe. Want ze wordt vaak onderuit gehaald. Okay, en dat is zielig. Is goed. En we beloven dat door te geven. Ik beloof het, zeker weten. Nou, liever dan wens ik je een hele mooie dag. Hetzelfde. Komt helemaal goed. Oh, ja. Ken die jongen. Is ook model geworden, nadat ik hem heb aangesproken. Ja, ja. Hij heet Armando, ook wel zo'n onmogelijke naam. Fijne dag, lieverd. Hetzelfde, dank u wel. Nou, lieve kijkertjes, dat was het voor deze woensdag. Laat me vooropstellen dat er niemand zo ontzettend mooi op een foto is als ik. Dus ja, dat is dan een beetje jammer voor de rest. Ik wens jullie een hele fijne avond en met al mijn arrogantie misschien tot volgende week.